En als het goed is, kan ik jullie dus ook wat meer laten zien van het bestralingsapparaat en hoe zo'n bestralingsplan nou tot z'n recht komt. Ja. Want anders is al in de vuilnisbak. Ja. Nou baalde ik een beetje van de realiteit van dit plan, want er staan een paar rode uitroeptekens natuurlijk uitgerekend bij jou. Maar dat is ook heel erg ja, zoals het is. Ja. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is 15 februari en vandaag ga ik jullie meenemen naar de bestraling. En we gaan een gesprek hebben met mijn radiotherapeut. En die gaat ons het een en ander uitleggen en laten zien. Dus dat vind ik heel gaaf. En als het goed is, kan ik jullie dus ook wat meer laten zien van het bestralingsapparaat. En hoe zo'n bestralingsplan nou tot z'n recht komt. Dus ik ben erg benieuwd wat ik jullie allemaal kan laten horen en zien. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Nou, ik ben gezellig bij radiotherapeut-oncoloog was het, hè? Ja, radiotherapeut-oncoloog. Oncoloog. En Gabrielle Spijer. Ja. Ik vroeg me af of het Gabrielle was of Gabrielle. Mag het in alle talen uitspreken. Helemaal goed. Ja. En wat is het verschil tussen radiotherapeut of radioloog? Nou, eigenlijk waren we vroeger, toen ik nog niet geboren was, waren we allemaal radiologen. Ja. En toen zijn er een aantal wat meer straling gaan geven om te behandelen. Dus een radioloog, uiteindelijk zijn wij losse vakgebieden geworden of disciplines. Maar een radioloog, dat is iemand die de diagnose stelt. Dus die ziet via met beeldvorming, kijkt hij wat is er aan de hand. Ja. Dus als je ergens last van hebt, dan kom je in een ziekenhuis doorgaans of in een behandelinstituut. Instelling en dan krijg je een foto of een scan en dat doet de radioloog. Ja. En nou ja, als er in het algemeen kanker aan de orde is, dan zitten wij vaak wel in het behandelplaatje als radiotherapeut-oncoloog. Dus we kijken ook naar de beelden, maar we gebruiken die beelden alleen maar om onze bestraling te geven, behandelen. En want jij hebt de bestralingsplan goedgekeurd. Dat doe jij dan ja, weer. Ja, want eigenlijk toen wij afspraken wat we gingen doen, dus we gingen de bestraling als laatste stukje van jouw behandeling doen, om je te genezen. Ja. Ik blijf het nog een keer zeggen. Ja, graag, kom maar. Ja. Want anders is al in de vuilnisbak. Ja, ja. Ja, dus dit is nog eventjes voor de lokale controle. En ja, dan hebben we een plan gemaakt over het hele traject, dus al die weekjes dat je bestraald wordt. Dat maken we in één plan. En dat doen we op de scan die je hebt gehad in de bestralingshouding. Ja. En ik zie jou moeilijk kijken, maar dan moet je even terug naar het eerste stapje. Ja, precies. Ja. Want dan hebben we dus inderdaad die bestralingfoto, die heb ik volgens mij, dat apparaat heb ik ook even gefilmd in mijn vorige vlog. En, maar doe jij dan op cijfertjes iets goedkeuren of op een plaatje? Ja, of, nou, ik kan je wel even laten zien als het systeem lekker snel is. Ja. Want er zit wel een spelcomputer op, want daar hebben we lang voor gesmeekt. Ja. Want er zit onwijs veel geheugen gebruikt dat. Zijn er ook radiotherapeuten die niet oncologisch zijn? Nee, eigenlijk hebben we daar heel lang over nagedacht. Maar om juist het probleem van dat wij soms als radioloog worden versleten. Ja. Dus hebben we allemaal bedacht dat we er oncoloog achter willen. En in Amerika heet dat radiation oncologist. En bij ons zit er dan nog een streepje tussen. Ja, precies. Want dat is wel even speciaal. En dan werken we ook nog met, in Amerika heet dat radiotherapist. Maar dat heet bij ons de laborant. En dat zijn degenen die echt jouw bestralingen doen. Ja, dat was dus, te zijn. Je zit aan het toestel. Radiotherapeut, laborant.
ja, radiotherapeutisch laborant of MBB'er. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de verpleegkundige van onze afdeling. Ja, mijn handen, voeten, oren, ogen. Ja, die want, wij echt bestraling geven. Want die zien jou elke dag. Ja. Uiteindelijk kom je een keer bij mij en ik, ja, wij hebben af en toe een gesprek, maar ja, zij zien je elke dag. Elke dag, ja. Dus als ze iets merken, dan geven ze ook aan mij door. Ja, maar jou, kijk eventjes. Want ja. Neem even contact. Hoe ziet het eruit, ja, of gaat die goed, ja, met haar? Of als het wel goed gaat. Ja, bij jou horen we ook, ja, graag. Ja, precies. Wat je hier gaat zien. Ja, ik ga even wat dichterbij doen. Is dit nog te zien? Nee. Ik ga hem even wat dichterbij doen. Ja, je ziet hier vooral heel veel informatie. En ik ga eventjes naar modeling. Want daar kijken wij dan in. En dan komt daar in een mooie CT-scan. Ja. En dan komen in één keer al lijntjes overheen. Ik ga eventjes naar de bovenkant. Maar dan zie je wat wij aanduiden als bestralingsgebied. Hier dat rode. Ja. Ja, dat is al wat opgeblazen. Dus wat je hier ziet in de longen, dat zwarte. Dit is lucht. Dus lucht in de longen, lucht in de luchtpijp. Ja. Hier ligt het sleutelbeen. Oh, ja. Hier ligt de schouder, rechterkant, linkerkant. En je kijkt er als het ware recht bovenop. En dan kan je naar beneden bewegen, zie je de longen, ja, zie je wat groter worden inderdaad, want je zit wat lager. En dan zie je de luchtpijp en wat bloedvaten, dus allemaal zoals het bij iedereen eruit ziet. Dit is een clipje waarschijnlijk van de operatie nog. En dan zie je hier heel mooi de bloedvaten lopen. Nou, dat hoort er allemaal zo uit te zien en dan willen wij dat er hier bestraling komt. Want dit is het gebied waar klieren, als je borstkanker hebt gehad, daar kunnen klieren zitten waar ook tumor in kan zitten. Tumorcelletjes. Ja. En dat willen we juist bij jou indekken. Ja, ja. Dus dat is gewoon voor de zekerheid, ja, er nog een keer, ja, overheen. Als, ja, er iets. Want ze hebben in principe gezegd dat de snijvlakken zijn schoon. Ja, want ik kan wel even naar beneden gaan. Dan zie je hier ineens het doelgebied, dus het bestralingsgebied in beeld komen. En wat dan hier opvalt is dat er hier iets in zit. Maar dat weet je al lang, daar zit de expander in. Ja, precies. Ja. Ja, en het mooie is dat hier ook wat, dat we hier dus hebben gezegd dat willen we graag sparen. Nou is dat een beetje een illusie dat dat lukt, maar met onze nieuwe apparatuur kan dat ook. Ik laat je straks de bestralingsplan zien. Ja. Je ziet hier dat we hier ook het stukje wat we op de huid neerleggen. Want je hebt net op de andere video staan dat er zo'n plakkaat, zo'n plak overheen wordt gelegd. Ja. Een soort namaakhuid, zoals we net al uitleggen, dat de bestraling ook goed net onder de huid hier komt. En dat zie je ook, want hier zit al die expander. Ja. En er zit maar een heel klein stukje tussen, maar daar moet het dan wel terechtkomen. Ja. Ik heb al beloofd dat ik je goed lokaal controle ga geven. Ja. Dan moet dat ook gebeuren. Ja, precies. Ja. Nee, dus daar kan je doorheen gaan en dan kom je uiteindelijk over de hele borst terecht. Dit is waar wij zeggen, nou, dit moet gebeuren. Ik vroeg me ook af of mijn tepel ook wordt meegebestraald. Ja, die wordt wel meebestraald. Even kijken of ik dat mooi kan in beeld brengen. Die zou ongeveer hier moeten liggen, ja, ik vanuit. Ja. Omdat ik die natuurlijk wel heb laten zitten en omdat ze ook zijn van, ja, er zit eigenlijk ook weefsel in. Ja. Maar goed, mijn snijvlakken waren schoon. Als ze tijdens de operatie hadden gezien dat dat daar nog wat zat, hadden, ja, ze mijn tepel niet gespaard. Maar ja, net zoals bij mijn oksel dacht ik van ja, zullen ze die dan ook gewoon voor de zekerheid mee bestralen? Ja, eigenlijk sparen we die nooit. Nee. Dat is de eerlijke waarheid. Ja. Net zoals, je wil eigenlijk ook dat het net vlak daaronder, je ziet hier dat het al moeilijk te herkennen is. Nou, het zal wel lukken om dat te herkennen, maar dat we nemen dat stukje daaronder ook gewoon mee. En dat, ja, is echt wel, ja, om jou in te dekken. Ja, vind ik eigenlijk, nou, alleen maar fijn, ja, fijn idee. Ja. Ja. Maar hier zie je het nog een keer in een ander aanzicht van de, ja, voorkant. Oh ja. Dan zie je dat het net even, dus als ik jou uitleg, het komt net boven je sleutelbeen, dan zie je dat ook hier net hier in dat kuiltje komt de bestraling. En, ja, het ziet er allemaal veel groter uit. Dat komt omdat we een beetje onzekerheden hebben. Dat weten we gewoon, dat we, ja, wat onzekerheden hebben met de opzet van de bestraling. En dat nemen we dan wat mee door de marges overheen te doen. Dus je bedoelt dat je iets meer meeneemt dan zou moeten bewijzen? Dan dat ik initieel heb aangegeven. Even, ja, kijken of ik jou dat goed kan laten zien. Oh ja. Zie je dat? Dus dit is dat groene is wat ik heb ingetekend. Waar ik heb gezegd, hier wil ik dat de bestraling terechtkomt.
En dan zie je daar een rood lijntje. Dat is waar we zeggen, nou daar willen we de dosis neerleggen. Planning Target Volume, PTV. En het groene is het CTV, het klinische target volume. Oké. Okay. Ja. Dan krijg je meteen een les om weer binnenkort aan de slag te gaan. Ja, precies. Samen met al je volgers. Ja. Maar het is wel interessant om dit even te weten, want dan kan je ook snappen als we nu kijken naar het plan. Dan ga ik even naar de volgende stap. We kunnen kiezen. We nemen even de laatste waar we nu op bezig zijn. Dat is met de vlakte. Ja, ja. Maakt niet zo gek veel verschil uit. De twee plannen, maar die worden wel apart gemaakt. Nou, dan krijg je altijd wel een warning. Dan kan je hier kijken naar hoe ziet dat er dan uit. En nu zie je allemaal lijntjes, allemaal kleurtjes. En eigenlijk moet je eventjes denken aan die dosis, hoogtekaarten van aardrijkskunde. Ik weet niet of je die nog herinnert, die vreselijke kaarten. En dan denk je, het gebergte is daar zo hoog en dan verbind je het lijntje. Nou, dat doen we hier met de dosis. Ja, ja. Hoe diep zit het? Dezelfde kleur is dezelfde dosis. Dus hier, dat groene is gewoon de dosis die we willen geven over de hele behandeling. Borst. Oh ja? Ja. Dus dat is een bepaalde dosis, zoveel gray. En dat blauwe is alweer een lagere dosis. Nou, je ziet hier de hoogte, een beetje de hoogtekaart, maar dan de hoogte van de doseringen. Dus hier zie je dat in terug. En je ziet dan ook dat die, is dat mijn hart? Of hier niet? Zie je je hart. Ja, ja, dat die daar dus in principe niet bij komt. Nee, want je ziet hier de laagste dosering. Dat is even kijken, de 10, zeg ik dat goed, de 10 gray. Dat is echt de laagste dosislijn die we in beeld brengen. Ja. En dat zit ver van het hart af. Maar eigenlijk kijken wij er ook op een andere manier naar. Van wat komt er dan eigenlijk in je gezonde weefsel? Want we willen ten eerste doen wat we hebben beloofd. En dat we zeggen, dat groene gebied, het wordt gewoon netjes bestraald. Ja. Dat zie je hier. Dus dat moet er allemaal in zitten. Ja. Nou, dan willen we dat in getalletjes uitdrukken. En ik zou heel graag hebben dat dat nog veel meer visueel wordt voor mensen zoals jij aan de andere kant. Ja. Want dan krijg je ook grip erop. Dus we hebben net in de bestralingsbunker gezien toen je daar lag. Zie je ook een scherm met allemaal getalletjes. Ja. Je hebt eigenlijk, ik denk dat dat fijn zou zijn als je weet van, oh, daar zijn ze bezig en dit sparen ze. Dat het veel meer voor jou ook behapbaar wordt. De getalletjes zeggen ons niks. We hebben jaren geleden een keer voorgesteld dat we daar een programma op zouden ontwerpen. Maar goed, het zou fijn zijn als we daar de aandacht ook op gaan zetten. Dus je weet via deze vlog. Ja, precies. Kunnen ze meer medestanders hebben die zeggen, ja, dat vind ik ook. Want soms heb je ook geen idee wat er gebeurt. En waarom kan dan belangrijk zijn? Omdat je dan weet, oh, maar daarom heb ik wat slikklachten bijvoorbeeld. Ja. Dat zit dicht bij mijn slokdarm. Maar als je dan ook weet, de dosis is niet zo heel hoog. Ja, dan weet je ook dat het wel weer goed gaat komen. Precies. Dat, ja. We weten, het is even tijdelijk. Ja. Nou, wij kunnen dus best wel goed voorspellen hiermee of we goed gaan raakzitten. Ja. Dat is voor jou wel fijn. Dat we geen concessies doen. Maar ook dat we dan niet over allerlei organen heen stralen en doorstralen. Nou, baalde ik een beetje van de realiteit van dit plan. Want er staan een paar rode uitroeptekens natuurlijk uitgerekend bij jou. Maar dat is ook heel erg, ja, zoals het is. Ja. En wij hebben hier ook, als ik heel eerlijk ben, heel veel waarde in staan. Maar het fijne is dat je dan ook met andere instituten kan gaan vergelijken. En kan zeggen, hé, maar moeten we hier niet iets anders in gaan, te werk gaan. Ja. Want dit zijn telkens door laboranten uitgevoerde plannen. Die hebben natuurlijk wel een opzet, maar ja, dat is echt een kunstwerkje eigenlijk. Ja. Zo mag je het wel zien. Ja, precies. En we gebruiken hier al de computer. De computer rekent al omgekeerd, et cetera. Dus het is lang niet meer zo goed te voorspellen voor mij wat er uitkomt dan jaren geleden. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, omdat de computer slimmer is gemaakt. Ja. Het is nog steeds dom genoeg dat hij ons wel nodig heeft. Ja. Want je zal altijd je logisch verstand moeten gebruiken. Daarom is dit fijn om te zeggen, klopt dit? Komt dit een beetje in verhouding? He, je ziet hier het hart. Nou, dat zit keurig. We willen nooit meer dan 200 centigrade erin hebben. Dat staat hier dan als goal. He, ja. Dat is het doel waar je voor gaat.
En de waarde die we nu nastreven is 152. En dat is wat er nog terecht komt. En dan zou je zeggen, ja, dat is best nog wel veel. Hè, want, ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat er nul zou komen. Ja. Maar je ziet dat dat we hier echt in dit hoekje ook goed willen indekken. Ja. Omdat ook waar de tumor heeft gezeten wil je zeker niet wat sparen. En dan kom je ook al gauw in de andere borst en toch in de buurt van het hart. En bij de ene ligt het hart nou eenmaal wat meer zo en bij de andere wat zo. Wat meer in het midden. Maar moet je direct ongerust de deur uit? Nee. Want het fijne is ook dat, stel nou dat ik het toch niet goed genoeg had kunnen sparen, dat kan, dat je net anatomisch zo in elkaar zit, dan kunnen we je vragen om bijvoorbeeld adem te halen, dan duw je het hart, komt dan een beetje nog verder naar achter. Ja. Of we gaan kijken, en dat doen we ook al regelmatig, dan gaan we protonen eventjes bellen, van kunnen jullie een plan maken en het vergelijken met mijn plan. Ja. En protonen zit in Delft, dat is dan ook weer leuk. Dat zit gewoon in onze achtertuin, ja. Een paar kilometer verderop. Ja. En dan heb je echt een hele innovatieve, maar ook hele gerichte behandeling. Dus ja, daar... En wat zou dat er nog een beetje wat straling opkomt, wat zouden daar dan... Kan dat zich gewoon weer helemaal herstellen? Of wat zouden de klachten kunnen zijn? Nou, eigenlijk willen wij gewoon niet verantwoordelijk zijn voor late termijn effecten. Voor problemen die je op je gezondheid hebt door ons. Ja. We hebben nog liever dat het komt doordat jouw levensstijl slecht wordt. Ja, precies. Ja. Dat wil ik dus ook niet. Dus eigenlijk is dat en-en. Je wil eigenlijk nu ook een moment maken van de lifestyle zo goed mogelijk. Want dat is eigenlijk de belangrijkste bijdrage. Niet roken. Alle dingen die soms wel leuk zijn, gewoon niet doen. Zo min mogelijk doen. En tegelijkertijd zoveel mogelijk sparen. Maar we moeten wel nog bestralen, dat is noodzakelijk kwaad. In jouw geval is het nodig, in sommige gevallen zullen we ook minder doen. Ja. Als het niet hoeft. Ja. Steeds meer gaan we naar individueel. Ja, precies. En dat het ze maar willen ook niet over... Als ik daar echt zo'n zorgen over heb, dan zit dat aan een bepaalde waarde. Laten we zeggen, dan ga je hier op een bepaalde waarde zitten en dan haal je er ook wat uit om naar een andere techniek te gaan. Ja. Eigenlijk is het effect dus niet significant genoeg voor jou, dus dat gaat niet doorwegen om echt aan klachten te komen. En waarom staat daar dan bijvoorbeeld twee keer het hart op? Dus bij de ene keer is die groen en de andere keer is die een beetje rood? Dus, dat is een leuke vraag, want hier, dit is 150. Dus we hebben een zware constraint, zoals we dat noemen. Dus dat is een zware waarde van hier moet je je echt aan houden. En we hebben er nog een lichte bij. Ja. En dat bedoelde ik, er staan eigenlijk heel veel getallen. Ja. En die veel getallen maakt het ook een beetje verwarrend. Maar het fijne is, dan kan je ook... Bijvoorbeeld met een protoneninstituut vergelijken. Zeggen, doen we dat ook elke keer consequent goed genoeg? Ja. Sturen we wel voldoende plannetjes om te vergelijken? Want dat is wel wat je verwacht aan de andere kant van de tafel. Dat je altijd de beste zorg krijgt. Zeker, ja. En waarom doe je niet standaard aan de mensen zeggen van... probeer even je adem een beetje in te houden? Dat is inderdaad ook een hele goede vraag. Hadden we nu kunnen vragen. Maar daar zit ook alweer... Je krijgt ook wat onzekerheid misschien. Het geeft toch weer een extra belasting. En sterker nog, we hadden vroeger zo'n heel buizensysteem. Dan werd je op een slangetje aangesloten. En kreeg je hele instructies. En dat werd eigenlijk helemaal niet zo fan ervaren. Wij vonden dat een fantastische innovatie. Yes, we kunnen het hart sparen en de patiënt gaat het doen. Ja. En die gaat gewoon ademen. Nou, dat gewoon ademen, dat bleek dus echt een marteling te zijn. Okay. En waar je altijd moet rekening houden, dat het dan ook weer invloed heeft op de rest van je behandeling. Ja. Want als dat een slechte ervaring is, dan heb je er alweer één bij. En... Stress, dan kom je daar slechter doorheen. En dat heeft ook op lange termijn. Dus je moet het geheel plaatje even pakken. Ja. Maar ja, het is elke keer individueel kijken. Ja. Maar eigenlijk bij jou gaat het ook niet veel bijdragen. Dat is de verwachting. Nee, ja. Precies. Oké. Okay. Interessant. Net zo goed als een protonenbestraling in dit geval. Ja. Ja. En wat is nou precies waar jij... want jij keurt dit eigenlijk goed. Ja. Ja, eigenlijk heb ik het heel gemakkelijk, want ik heb hele... je ziet hier ook dat er trouwens nog wat in de borst aan de andere kant uitkomen, maar dat zie je hier ook. En dat heb ik dus goedgekeurd. Ik heb wel gevraagd aan mijn laborant, want die zijn bedreven. Dus dat is echt teamwork. Van, kan je er niet nog wat meer uithalen? En soms weet ik al, dat moet die ene laborant nog een keertje doen. Of de andere, of ik moet precies die combinatie maken. Ja. Om beste planten maken ja. voor dat individu.
Ja. En soms, of meestal, werkt dan ook nog een stukje kliniek erbij. Dus als je bepaalde klachten al meebrengt, dat we op bepaalde zaken juist gaan bezuinigen. Of juist heel erg mee rekening houden. Ja. Dus dan is het niet een protocol, maar dan wordt het meer... Ja, dan zie je hier rode kleurtjes of groene kleurtjes. Ja. Maar die zijn er ook juist daarom. Daar moet ik ook altijd dat aan de laboranten communiceren. Van, let daarop. Ja, precies. Maar sommige dingen, die kunnen zij beter inschatten. Ja. Dat ze zeggen, ja, maar ik had gevraagd, kan je dit niet wat mooier maken? Ja, maar dan kom je tekort hier. En inderdaad willen we dit niet sparen voor jou. Jee. Dus is dit voor jou het beste plan? Ja, precies. Ja. 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 Oké, super interessant. Ja. En het goede nieuws is, er zit ook niet heel veel borstweefsel, dus het is, er zit ook al wat prothese. Ja. Ja, ik heb natuurlijk daar zelf voor gekozen, ook al was er geen indicatie voor, om die ook weg te laten halen. Ja. Omdat ik gewoon niet, ik had geen indicatie voor mijn linkerborst, maar toen zei ik, ja, ik heb ook geen indicatie voor mijn rechterborst. En ik kreeg het er wel. Weg ermee. Ja. Dus ja, en ze zijn nu gewoon mooi. Gelijk. Ja, ik zag het net. Het ja. is echt goed. De vulling is goed gegaan, geloof ik. Tenminste, ja. vanuit mijn perspectief. Ja. Ben je ook tevreden? Ik ben er heel blij mee. Ja. Ze mogen van mij nog wel iets groter. Ja. Omdat ik zelf wat groter... Ja, want ze ja. kunnen dadelijk of natuurlijk nog wat meer vullen. Maar ze kunnen er ook dadelijk een net wat grotere prothese in doen. Ja. Dus dat is... ja, dat moet goed komen. Maar ik vind dit al heel mooi, hoor. En ik ben ja. heel blij hoe het is gegaan. Want niet bij iedereen... Komt het er zo mooi uit, heb nee. ik al begrepen. Dus, nee, maar daarvoor is het geneeskunde. Ja. En is het voor mij nog een beetje spannend wat eruit komt. Maar ja, er zijn echt een aantal dingen die toch altijd grijs blijven in ons vak. Ja. Ja, ja, ja je ziet heel veel voorbij komen natuurlijk. Dus ja. dan heb je een goede vergelijking. En ik kan alleen maar kijken naar mezelf. Ja. En wat sommige mensen dan naar me toesturen. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik blijkbaar gewoon heel goed genees. Ja. En ja, ik weet niet of het zo is, maar ik heb voor mezelf het idee dat ik eigenlijk een heel goed immuunsysteem heb. Alleen, ja, hier is gewoon wat fout gegaan. Maar als ik dan zie hoe ik door de chemo's heen ben gekomen. Nou, absoluut. Dat ik zelfs met corona de operatie in ben gegaan en nog minder klachten heb dan mijn moeder of mijn zus ja. nu. Dat ik gewoon eigenlijk kwam een beetje belabberd uit de operatie, dat wel. Maar dat was na anderhalve dag, zat ik alweer rechtop en was ik een beetje snotterig en was ik mijn smaak kwijt. Ja, en je draait er gewoon een gezin mee. Laten ja, ook nog. En we krijgen natuurlijk nog een nieuw huis binnenkort. En allemaal leuke dingen, maar wel ja, het huis is ook klaar. Bijna. Ja, maar het is ontzettend veel. En je doet, als het ware, je wordt hier continu opgevreten door het ziekenhuis. Ja. De een na de andere consultie. Je zal bijna vergeten dat je ook nog een moeder bent, dat je nog een echtgenote bent. Ja. Ja, ja, dat klopt. En dan een nieuw huis. Het is, ik pet je af hoe je het doet. Dankjewel. En ik denk echt serieus dat dat mindset is die je ja. hebt. Dat was de eerste keer, geloof ik, dat we elkaar al spraken. Ja. Ja, dat is ook dat zo. Is, ja, die tegenslagen gebruiken om maar iets mooiers nog uit te halen. En daar slaag je in. Ja, ja dat ben ik zelf ook heel blij. Is dat heel erg knap? Dat leer ik uit mijn praktijk elke keer weer. Ja. Nou, we hebben het er laatst natuurlijk ook over gehad. Dat ik me afvroeg, omdat je met je geest ook jezelf ziek kan maken eigenlijk. Ja. Hè? Dat als je stress hebt of whatever. Dan uitzicht dat gewoon lichamelijk. En kan je nou ook geestelijk jezelf beter maken? En beter is misschien een heel groot woord, maar jij zei toen wel van je kan daar echt een hele hoop mee bereiken. Ja, is, absoluut. En er is gewoon onderzoek, dus voor degene die denken dat dit een soort paranormaal deeltje in de gewone geneeskunde is. Nee, dit is al lang bewezen. Ja. Dat je een slechte ervaring kan bijvoorbeeld heel erg veel ellende geven. Dat je telkens weer denkt, oh dit wordt heel zwaar en... Dat daardoor de lichamelijke klachten ook zwaarder wordt. Ja. En dat je van ver moet terugkomen om dat weer goed te zien. Ja. En we weten dus ook dat het een gunstige ervaring hebben. Ja, dat draagt bij dat je sneller weer op de been bent, betere uitkomsten haalt. Ja. Ja, en ik zie dat gewoon telkens in mijn praktijk ook gebeuren. Dus, ja. En je hebt ook wel eens iemand gehad die... Ja. Die echt ging mediteren op waar iets zat en ja, dat hij zich daar... Dat ik zelfs moest denken, klopt dit nog? Maar het is natuurlijk niet zo dat je helemaal met je mindset je tumor weg kan krijgen. Nee, precies. Ja, ik zou dat wel graag vinden, dan kan ik iets anders gaan doen. Ja. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, maar
ik denk niet dat in sommige gevallen zal een heel stuk mindset helpen. Ja. Maar het is wel zo dat als je de behandeling doet en je gaat daar die mindset bij gebruiken. Ja, dat is absoluut veel beter. Een topcombinatie. Ja, en dat mediteren, dat ging bijna zo ver dat ik even moest nadenken, hoe zit het? Maar dan werd mij gevraagd, kan je mij zeggen waar ligt die klier of waar ligt die tumor op de scan? Ja. Ik zeg, maar waarom wil je dat zo precies weten? Ja, maar dan kan ik in mijn meditatie daarop focussen. Ja. En ik denk dat niet per se datgene zo belangrijk was, maar wel die kracht dat je met je lichaam en je geest op één afstemt. Ja. Ja. En natuurlijk moet dat niet zodanig zijn dat je helemaal niks anders dan alleen maar mediteren doet en een soort obsessie creëert, maar wel die positieve mindset, lekker naar buiten gaan. Ja. Ook bijvoorbeeld hier in die behandeling zal je al snel vergeten dat je ook een keer even een time-out moet hebben. Ja. Ja. Ik heb ze geprobeerd op vakantie te krijgen, dat lukte niet. Maar alleen al een time-out. Vond jij dat wat? Ja, nou ja. Of lukt dat eigenlijk toch niet? Heb ik daar een te positief idee over? Nou, wel dat je op zich even wat bewuster gaat zijn van ik ga nu gewoon even wat leuks doen. Of ik ga nu even naar een massage. Of gewoon, al is het maar even zoiets. Dat doe je heel goed. Ja. Want toevallig had ik dan gisteren met de hematoloog aan de telefoon. Ik zeg, ja, ik vind dat die ontspanning pakken en mijn hoofd gaat gewoon niet uit. Dus ook al kan ik op zich een beetje ontspannen liggen, zeker met zo'n meditatie, ik ben alleen maar aan het denken nog steeds. Ja. En toen zei zij ook van, ik denk dat echt een massage voor jou veel beter werkt. Want dan gebeurt er ook iets fysieks, wordt er dan bij jou gedaan en dan kan je veel meer ontspannen. Dus daar is mij gewoon medisch advies gegeven om lekker naar de masseur te gaan. Dus dat ga ik dan ook gewoon doen. Dus een hematoloog, inderdaad, dat is dokter Van Rozenstiel. Die is integrative medicine dokter. Dus een kinderarts die, als ik het goed zeg, integrative medicine hier in huis aanbiedt. En daar zijn we ontzettend dankbaar om, want dat is eigenlijk dat stukje wat wij, waar wij vaak toch net niet die tijd voor maken. Nee, laat het toch gewoon zo uitleggen. Ja. Wat super belangrijk is, want het is niet de bedoeling dat je straks als een mens waarbij de tumor is behandeld hier buiten staat met alle klachten door de behandeling, maar dat je dan ook meteen aan de slag kan met hoe kan ik met die klachten omgaan, want er zitten altijd, laten we niet te flauw maken. Ja. Er zitten een aantal dingen waar je niet zomaar vanaf bent. Nee, precies. Nee. Ja. En daar moet je toch zien weer balans in te krijgen. En dan helpt het denk ik enorm als je een aantal dingen die heel erg in je gewone leven zit, kan inschakelen om daar weer een beetje balans snel in te krijgen. Ja, dat je er gewoon mee leert leven en niet continu ermee bezig bent. Want als je telkens de focus erop legt, oh wat ben ik zielig, oh wat heb ik hier last van en je blijft daar maar op, dan wordt het daar niet beter van, zeg maar. Alhoewel, dat mag je hier wel doen, hè? Klaar. Ja, precies. Ja, daar ben ik voor. Laat dat dan een moment zijn. Maar het is wel heel goed om dat te markeren, denk ik. Ja. Om momenten op te creëren waarin je gewoon lekker los kan. Qua klagen. Even goed voor jezelf zorgen. Ja. Want dat doen we ook niet. Je moet ook niet te veel inhouden. Want dat heb ik wel. Dat vind ik ook fantastisch. Dat is me in het begin al verteld. Laat ons maar beslissen of we er iets mee kunnen of niet. Ja. En je kan ons altijd een mailtje sturen of bellen van, goh, ik heb dit en dit. En dan kunnen wij wel zeggen van, nou, daar kunnen we wel wat mee of daar kunnen we niks mee. Maar hou geen dingen achter. Of dat je zelf al heel snel denkt, het zal wel niks zijn. Je bedoelt van jouw kant niks? Ja, van mijn kant, ja. Ja. Maar dat geldt, denk ik, dat is niet nooit een apart, dat is niet iets los van elkaar. Want dat ligt ook aan hoe dat ik me opstel. Zeker, absoluut. Die interactie die je met elkaar aangaat, als ik... Ja. Maar dan had ik ook al met de lege klok gaan kijken, dan denk ik dat je niet snel geneigd bent. Als je iemand de hele tijd ziet, dan denk je, daar zit... Nee, precies. Ja. Maar ik moet echt eerlijk zeggen, dat heb ik al vaker gezegd, dat ik dat tot nu toe gewoon met allemaal artsen heb daar gewoon een heel goed gevoel over. En ook met de verpleegkundige specialist, toen ik aan de chemo zat, die zei dus ook, je kan altijd mailen. Als er iets is, trek aan de bel. Wij kunnen dan wel zeggen, het is wel wat of het is niks. Maar het blijft moeilijk, denk ik. Omdat je ook, dat ligt ook aan hoe je erin zit en is het dan wel of niet iets ergs. Ik denk dat het altijd lastig is. Omdat je ook niet snel lastig wil zijn eigenlijk. Dat je denkt, ze zullen wel denken, daar zit ze weer. Ja. Dat, ja.
Ja, dat hoor ik wel eens. Ja. Wat zou er daaraan kunnen veranderen? Of denk je niet dat je dat moet veranderen? Nou, ik denk dat dit al heel goed is door dit te zeggen van alsjeblieft hou niks achter. Je bent niet vervelend. Zeg alles wat je hebt. En dan is de drempel voor de mensen ook gewoon lager. Ja. Dan dat je het gevoel krijgt, oh, die zal wel denken, daar komt ze weer. Nee, en daar zitten we nou juist voor. Dat is de enige reden waarom ik mijn auto instap, mijn bed uitkom. Ja, precies. Hiervoor. Ja, ja. Dus ik denk dat het gewoon benoemen en het op die manier zeggen, ik denk dat je niet meer dan dat kan doen. Nee, en het is soms ook fijn, omdat wij het hele plaatje niet eens hebben. Nee. Ik voel niet wat er in jouw lichaam zit. Dus als je mij, ik zie jou opvlieger zojuist. Ja. Mag ik vertellen? Ja, tuurlijk. Nee, oh god, dit is inderdaad nog erger dan als je het gewoon had verteld. Ja. Nu heb ik een real life meegemaakt. Ja. En dan zit ik nog niet eens in jouw lichaam om even echt hem te beleven. Nee, precies. Ja. Maar ja, dat maakt het eigenlijk heel erg goed dat ik dan ook kan inleven. Beter het complete stukje heb. Ja. Want dit is toch weer een fragmentopname vaak. Zo, nou, ik ben weer thuis. Volgens de camera waren we te lang aan het praten en die stopte er gewoon mee. Het was zo gezellig. Ik ben heel erg blij dat ik jullie het een en ander heb kunnen laten zien. Het apparaat, de stralingen en althans niet de straling, want die kan je helemaal niet zien. En je voelt ze ook helemaal niet trouwens. Maar ja, de richtlijnen waar ze op richten, de flap en het gesprek met Gabrielle. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Als je in zo'n apparaat ligt, wil ik er nog even aan toevoegen dat je dus gewoon helemaal niks voelt. En het enige wat je hoort is een beetje een gezoem. En dat apparaat gaat dus zo een beetje om je heen. Zodat die de kanten kan bestralen die nodig zijn. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Mochten jullie zelf nog vragen hebben voor bijvoorbeeld Gabrielle, stel ze dan gerust. Want dan kan ik ze aan haar voorleggen en misschien kan ik je daar antwoord op geven. En voor nu zeg ik weer bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Zodat je weer op de hoogte wordt gehouden als er een nieuwe video online komt. Ik zie heel graag jullie reacties. En jullie mogen dit filmpje natuurlijk ook delen met de mensen waarvan jullie denken dat ze er wat aan hebben. Heel erg bedankt en tot de volgende vlog. Ciao!